Goedemorgen vanuit Sweety. Regenachtig Suriname. Ja, waar ben ik nou alweer? Hè? Ik ga overal, all over the place. Goedemorgen. Come on people, I need you to be here. Ik ben ergens dat heel leuk zal worden, denk ik, verwacht ik, hoop ik. Ik ben nu in Fatima Oord. Ik had hier een gesprek met een van de paters. Maar aansluitend daarop hebben ze hier om 10 uur begint er een toneelstuk dat heet De Straat van Vroeger. Dan gaan ze dus over vroeger gaan ze een toneelstuk opvoeren. En het is natuurlijk prachtig om al de seniorenburgers te zien. Die weet, ik hou ook van seniorenburgers, want ik ben er ook één. Kan je voorstellen. Maar goed, dus we gaan zo meteen kijken naar een toneelstuk. Ik loop even, ik neem u even mee. Mee. Goedemorgen. Is toch? Dit is de geweldige dingen, broeder van huizen. Van de Aziana. Ja, ik heb zo lang gesolliciteerd daar, maar. Niet. En u bent hier aangenomen? Ja. Super, dat was een hele goeie. Oké, ik neem jullie even mee. Laten we gaan kijken. Senioren burgers, collega's. Kun je een drankje voor me pakken? Ik zie daar een oude televisie. Ik mag nog even het podium op. Kijk eens, van die oude dingen. Dit lag ook. Het heet de straat van vroeger. Ik heb hierheen ook meegesleurd natuurlijk. En zo beginnen. Dus als je wilt, deelt in deze live. Je houdt het ook echt zoals ik het hey. Ja! En dan zit je bij dat ding niet aan. We gaan Het is toch leuk dat er een leuk toneelstukje wordt opgevoerd. Wat moe van echt telesur, jongen. Bij mij komt er dan te staan slow connection. Wat zien jullie dan? Is het beeld van me stil? Wat gebeurt er dan? Een minuutje of een halve seconde of 10 seconden. Kan iemand mij vertellen? Ik zie helemaal niemand reageren. Nou, als maar naar Luko dan. Someone talk to me. En de mensen. Als ik slow. Ik krijg dan een melding, slow connection. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt met de live. Is er stilstaanbeeld? Is er helemaal geen beeld? Van iemand van de 13 mensen die zijn aangeschoven. Mij even antwoord geven. Hey Cora, ja, je sluipt zo sneaky binnen. Niemand zegt goedemorgen. Kijk, nu komt er weer bij mij staan slow connection. Wat gebeurt er dan? Hey! Ik weet niet wat er dan gebeurt. Gaat goed. Wat gebeurt er? Als er staat, is er een moment dat mijn beeld stilstaat of zo? Goedemorgen, Cor, Sabayo. Oké, alles nou en dan komt er bij mij slow connection en denk ik van ja. Check. Is aan memory AD. Nee, staat niet stil. Oké. Maar dan soms zie ik dan de live personen dan droppen, denk ik ja.
en kijk naar een echte zuster, of een zeur. Zuster. Van de nonnen. Wie zingt hier? Wie zingt, van wie zingt dit lied? Weet u dat? Lieve Hugo. Lieve Hugo, goed zo. We gaan door naar de volgende ronde. Goedemorgen, dames. Alles goed met jullie? Ja. Mooi, mooi. Wat zegt u? Hallo. Dank u wel. Voor het eerst. Ja, nee, mijn vader was. Van die grote ogen. Deze mevrouw zegt, ik heb mooie ogen. Sorry. Dat is mijn kloofa. Goed, zwaai dan. Goed, mooi. Groet mooi. Groet mooi. Kijk, ze zouden om 10 uur van. Hallo, hallo. 1, 2, 3. Ik ben de. Wat een mooi nummer, hè? Hallo. Ja, hallo. Ja. Ja, zie, brasa, vreemd. Zat die Milan alleen. Ja, die oude telefoon. Ze gaan zo beginnen. Heerlijk, hè, deze liedjes. Hoe laat gaan we beginnen? Surinaamse thee. Nog 5 minuten. Ja, Cora, we gaan zo meteen hebben ze een toneelstuk dat heet. Ja? Oké, dan gaan we straks. Nu pas van de pizza. Nu een wisse speelt in. Een toneelstuk dat heet. De straat van vroeger. Dat is 10 uur, hè, Vanessa? Ik weet niet. We zullen om 10 uur beginnen. 10 uur beginnen, hè? 10 uur. We zijn in Suriname. No, en je moet nog hier. Weet je hoe lang het duurde voor ik door het verkeer kwam? Ah, dat heb ik begrepen. Dat is verschrikkelijk. Geen enkele pinmachine werkt. Ook dat nog, hè? Snap je? Dus je kan wel betalen, maar je kan niet pinnen. Het is echt een hel. Komt wat bedoel ik met we zijn in Suriname? Je wil wel, maar Suriname. Hier zijn gasten. Ah, dat hoor ik. Het is niet Suriname, ik hoor. Het kwam door het verkeer. Mensen zijn later. Oké, dan kan ik u. Dan ga ik haar gelijk interviewen. U bent? De schrijfster van het stuk? Ik ben Sima Jimida, CEO van Skinlands. En u heeft een stuk geschreven? Ik heb een stuk geschreven. Het is de eerste keer dat ik een toneelstuk schreef. Ja. En daar ook nog gelijk ter uitvoering brengen. Voor de senior. En het is speciaal voor de senioren bij ons om hen terug te brengen in de leuke tijd? Het is. We gaan terug in tijd, maar het is niet alleen voor de seniorenburgers. Ja. Het is voor een ieder. Het is leuk om te weten hoe wij vroeger geleefd hebben met elkaar. Klopt. De straat van vroeger was heel anders dan de straat van nu. Ja. Dus we willen de mensen een beetje terugbrengen en kijk, het verschil van toen en nu. Ja. En misschien kunnen we iets eruit leren. Zo is dat. En kunnen we het terugbrengen voor de mensen nu. Iedereen geniet van de muziek alvast hier. Ja, zeker weten. We brengen ze alvast erop en we starten elk moment. We starten elk moment? Yes. Ik mag hiervoor zitten. Helemaal. Dank je. Plaatsen geniet u. Helemaal. Helemaal warm worden laf trangen. Ja, dan laat dat hoor je nog. Kijk. Het is lachen gillen nu. Lachen gillen. Oké, dus je kunt elk moment beginnen. Toneelstuk. Ik heb er ook zin in. Ik hou van toneelstuk. Ik hou van toneelspelen. Dus ik wil een leedje aan zoeken als ja, dit stuk wordt in Italië opgevoerd binnenkort. Ja, als je een keer mensen nodig hebt, Carmi komt wil op toneelstuk. 25 november gaan we dat doen. Dus we zijn nu bezig met het voorstukje. Okay. Het is nu maar een uurtje. Een try-out. En binnenkort wordt het bijna half uur. Geweldig.
Ja, man. Super. Als kind heb ik toneelstuk gespeeld. Heb ik toneel gespeeld bij NAX. Wie weet waar NAX voor staat ook alweer. Oké, mensen, beginnen jullie. Is een van de eerste dingen die we moeten leren. Hebben jullie last van de ventilator waar ik zit? Let me know, Cora. Hou je iets? Draaien. Oké, ze gaan beginnen. Ja, ik was toen 8 jaar en toen gingen we nog op tournee. We zijn naar dus verschillende districten geweest. Dat was superleuk. Mijn moeder erbij is leidster. Met mijn zusje. We speelden koning Aloysi Lassie. En ik was dan de raadsman en mijn zusje was de Anansi. Jongens, 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 wat een tijd was dat. Niet storen, dankjewel Monique. Ah, weet je wat NAX betekent? Na arbeid komt sport. Lubien vroeg het me gisteren. Een klein beetje, en we dan hier gaan zitten. Oké. Oké, mensen, dames en heren, welkom. Heel hartelijk dank voor het wachten. Volgens mij zijn we een beetje over tijd, maar we snappen het, hè. Er was veel te regelen, het is gelukt allemaal, alles is on place. We starten. Yes! En hoe heet het stuk? Het stuk heet De Straat van Vroeger. Niet de straat die we nu kennen, maar de straat die wij kenden toen wij opgroeiden. Dus we gaan even terug in onze leuke tijd. Dankjewel. Is ook leuk om terug te denken, toch? Ja. We moeten leren van vroeger. Ja. Want het verleden bepaalt het heden. En dat is met alles van ons, alles wat we doen. Je hele verdere loopbaan heeft te maken met het verleden. True that. Want als je niets hebt gedaan in het verleden, ben je vandaag ook niets. In het heden. We zullen het daarbij laten. Je dus mensen, ik zou zeggen, geniet ze. Hebben jullie je lachschoentjes, lachbrit, lachglimpers, alles meegenomen? Jawel. Want we gaan genieten. We gaan lachen. En daarna gaan we de beentjes losgooien. Yay. Yes. Want het was altijd feest in de straat, toch? Absoluut. Als één persoon feest had, had iedereen feest, toch? Ja. Dan had de hele straat feest. Als één persoon huilde, dan huilde de hele straat. Dus... Ik ga vragen of we dingen een beetje zacht doen. Wij eindigen met feest, dus we gaan met z'n allen feesten zometeen. En daarna gaan we lekker genieten van een mooie bronjang, wat de grond ons biedt. Een lekkere stevige soep. Beton. Een lekkere stevige brakoe of gronjang soep. Broek voor dat het alakondre soep. Alakondre soep. Daar gaan we genieten op het eind. Dus ik zou zeggen welkom en geniet er maar. Succes. En last but not least. De mensen hebben heel hard gewerkt achter de schermen. We hebben dat stuk in een paar in anderhalve week, 2 weken in elkaar gezet. Dus no judgment please. We hebben echt geprobeerd het beste naar voren te brengen. En ik denk wel dat het gelukt is. Oké, enjoy. Oké, dankjewel. Voor. Anders moet ik komen. Die meneer gaat ze me checken of het lukt, en anders is het te jammer. Maar ik weet niet of iedereen een ding heeft. Nee, hè? Het is full speed. Oké, mensen, we gaan beginnen. We gaan niet wachten. We kunnen. Amo, vandaag werd een mooie dag. Eerst kleren wassen, daarna ga ik huis bezemen. Ja, ik heb al eten op vuur, dus dat is ook bijna klaar. Ah ja. Ja.
Ingrid,
Ingrid! Ja? Kom spelen nog. Kom, kom, kom! Nee, ik mag niet. Mijn moeder zei, ik moet huiswerk maken. Kom even spelen, we gaan niet lang spelen. Oké, kom bij die achter erf nog. Is goed, kom. Kom, kom, kom. Ik kom. Ja, ik kom, ik kom. Kom, kom. Kom. Ja. Maar ik ben bang voor kikker. Je bent bang voor kikker? Ja. Luister maar. Maar jullie moeten rustig spelen hoor. Want mijn moeder slaapt in de kamer is vlak hier. Oh. Ja, dus shhh. Rustig. Rustig. Maar ik moet gewoon spelen. Nee. Net een jump-off moeten spelen. Jump-off moet doen. Oh ja. Maar wie gaat tekenen? Tekenen! Dat mag je dat tekenen. Maar waarom teken je zo lelijk? Je lijkt dat ik zo krom ben. Laat me, ik teken tenminste. Precies hoe je krom bent. Laat me, ik ga van mama voor je zeggen. Je moet mijn broer niet zo zeggen. Maar kijk je broer zo'n buik, zo groot. Dat is zo klein. Ik eet veel. Jou zou eten, daarom ben je dik. Ja, laat me. Jij bent ook dik. Laat me, mijn moeder zal er goed voor me. Nee, maar ik weet het zo. Wie gaat beginnen? Begin jij? Ja. Nee. Maar je moet niet voeren spelen, want je hoort van voeren spelen, boy. Ja, begin jij. Ah, ah, ah. Je bent een vader, baby. Je kan niet spelen. Maar dat ga jij niet. Ga jij. Oh, goed voor je.
boy. Ja, luister even toch. Ja. Gisteren zei je vrouw dat mijn zoon fout was. Welke zoon? Je vrouw, ik heb geschreven 4 min 2 is 10. Oh, je bedoelt rekenen? Ja. Rekenen is zo makkelijk. 4 min 2, toch? Ja. Oké, okay, dan gaan we zo doen. Dit is 4 en als je 2 weggaat, breng ik 2 over. Nee, boy. 1, 2, 3, 4. 4 min 2 is 4, boy. Ja. Nee, 4 min 2 is 2, toch? Maar je zei er is 4, 2 gaan weg. Maar 1, 2, 3, 4. We zijn toch hier? Ja. Nee, weet ik niet. Wacht. 4. 1, 2. Is 2. 2. Ja, ik 4. 1, 2. Is 2. Je moet weghalen, toch? Ja. Oh ja, ik heb begrepen. We zijn hier met 4. Als wij 2'tjes weggaan, dan blijven jullie 2'tjes over. Maar bij plussom, zei je vrouw, mijn som is vol. Was 1 plus 1, ik heb 3 geschreven. Nee, is 22. Is 11. Nee, jullie zijn echt dom. Jullie leren je lessen niet. Oké. Okay. Dan hoe? Hoeveel zijn je weer? 1 plus 1. 1 plus 1, kijk. 1. Oh, sorry. Plus 1 is 2. 1, 2, 3, 4. Is 2. Ja. Is 2. Kijk hier, 1 plus 1 is 2. Ja. Oh, ja. Zie je, ik ben niet dom, ik ben slimmer dan jou. Daarom ben ik altijd voorwaardelijk over. En jij toch? Jij wordt doorgestuurd. Ja, naar voren. Je bedoelt doorstromen. Doorstromen, ja. En ik ben altijd de beste in de klas. Ik kan ook goed zingen, springen, spelen, ja. Weten alles. Ik voel spelen. Ja. Je moet niet veel springen, dat staat je niet hoor. Maar dan... Ja, man. Wat deed je? Ik was aan het spelen, man. Ja, maar. Luister. Ga bij Mona vader, toch? Om Mona vader in de winkel. Ja. Ja, maar. Ja, maar. Ga bij Mona vader, dan neem je 1 kilo aardappel. 1 kilo gele peesie. 1 kilo. Gele peesie, ja. Een fles olie. Fles olie. En 5 eieren. 5 eieren, ja. Ja. Ik heb onthouden. Ja. Dag. Ik ga niet meer gaan hier vergeten. Ik ga niet meer naar krijgen, ze de helft te hebben. Ik ben ook hier. Je mag niet zo'n gierig doen. Zeg maar, ze hebben toch ook augustus? Maar je mag niet zo'n gierig doen. Sorry, man. Jullie mogen 11 inpakken. Ja. Ik wil ook ready tomo. Ja. Mag ik ook mijn vader vragen? Ja, je mag 1 vragen. Is goed. Geld. Nee, zeg Mona vader, ik ga hem in Fortnite betalen. Oh, Fortnite, hij moet alles opschrijven? Ja. Dan gaat mama in Fortnite betalen. Ja. Is goed, mama? Is goed. Ja. Maar dan laten we spelen gaan doen. Ja. Ja. Dat weet jij dat, ik weet hoe je dat moet spelen. Maar van mij valt het ook. Kijk, rij je, ik. Moeten jullie ook wat? Ja. Zo. Fernandes. Je kan niet goed rijden, boy. Je auto zit vast. Ligt niet ready te maken. Volgende scene gaan we over de winkel. Jullie hebben het nou begrepen, toch?
Lek tongen, ready tongen. Kom tegen hem niet meer. Enkel dan. We hebben ook een papieren gulden. 3 gulden. 3 gulden. 4 gulden. 5 gulden. Dag om. Dag om. Dag om. Dag om. Gaat het met jullie? Goed om. Ook goed. Het is prima alles, Vondel. Ja. Ik krijg alleen tientjes op school. Ik zonder nul. Ja. Ik krijg tientjes zonder nul. Zonder nul? Ja. Oh, mijn mama heeft gestuurd. Mama heeft gevraagd. 1 liter olie. 1 kilo aardappel. 10 eieren. Wat nog meer? En dan? Dat heb je ook gezegd. Ik heb niet gehoord. Gele erwten. Gele erwten. Ja. Oké. Kijk. Dit is de... Dit is olie. Mijn tas vergeet ik toch. Dit is gele erwten. Daar kan je me helpen. Ja. Dit is eieren. Ja. En dit is aardappel. Oh. En ga je nu direct betalen? Mijn mama heeft gezegd, okay, je moet alles opschrijven. Mama gaat in Fortnite komen betalen. In Fortnite. Ik ga door. Ja, maar dan. Ja, maar kom, mama heeft ook gezegd, u moet 5 kogum geven en 1 ritje tom op. 5 kogum? Ja, ja, ja. Ja, we hebben goed gewerkt op school. We zijn lief toch ook, dus dat hoef je niet op de lijst te schrijven. Kijk je. Wie weet je? Nee, ik wil ook gele. Ik wil ook blauw, ik wil gele. Ik mag blauw. Ik wil ook blauw. Ik wil gele. Ja. Welke kleur wil jij? Gele. Ook gele? Is goed. Got maar mama gaat zeker betalen, toch? Mama betaalt nog altijd. Ja, ze betaalt het, maar ik heb het niet gelaten. Hij kent het, dat is lekker toch? Ja, dat is goed. Ga mama het doorgeven. Ja. Ja. Hij is goed, hoor. Hij is goed, oma, ga weg, hoor. Hij is goed. Hij heeft het om. Ja. Wat dan met je? Dank je wel. Doei, doei. Ja. Die koker van je is lekker, oom. Is lekker? Ja. Je hebt toch niet geslikt? Nee. Je moet niet slikken, het gaat in je buik plakken, boy. Ja. Zo. Kom weer. Minta, pergi woyo. Ayo, alat ini ring. Ik, kalau apa mana hurt word? Ya. Ik busnya luar, saya kan memutar wakar wordo. Eh, makai dah, sufi pesa. Het zijn geen vissen, het is groep, het is tot op beren. Nee, boy, ik heb niet van staat. Ja, het is tot op beren. Nee. Dit zijn kleine vissen. Deze zwarte kleine vissen, deze moet je aan hun pakken. Het zijn tot op beren. Is het kwikwien, hè? Het is tot op beren. Op kropia. Hé, maar je naakt op een voor wat? Kropia. Hé, hey, wacht even. Heb je zoveel leuzen? Hé, blijf weg van me! Ja, ik heb geen leuzen! Ja, kijk hier. Nee. Nee, boy, ik heb geen leuzen! Zoveel leuzen. Rubia, blijf weg. Nee, boy, jullie doen altijd zo. Omdat je alleen olie zet. Kokosolie, daarom krijg je. Ja, kokosolie is gezond. Jij bent net zo light, boy. Maar jij bent net wit, boy. Ja, daarom ben ik zo wit. Wit? Waarom vechten jullie? Nee, we vechten niet. Hij doet altijd zo. Zij fluit, blijf ver van ons. Jullie hebben me geroepen, boy. Ik ga mijn moeder voor jullie zeggen, hoor. Kijk, ik moet overkrassen. Jij hebt alleen kraskrassen in je hoofd. Hé. Kijk een leenbus daar. Oh ja, kijk voor een bus. Bus. Ah,
Een chauffeur heeft mooi aan. Ja. Papa, papa. Je moet papa redden zeggen dat je moet papa zeggen dat ik wel thuis maak, ja? Oom. Ja, Peta. Alles goed? Je telefoon zwaar? Ja. Hoe was dat, Mark? Het was wel goed, maar het was heel zwaar. Het was druk? Ja. Nee, ik ga je helpen, ja? Oké, is goed. Oom, heb je wat over gebracht? Ja, ik heb wat over voor jou gebracht. Ja. Hey. Wat heb je meer gebracht? Ik heb jarabaka gebracht. Heb je jarabaka gebracht? Ja. Garnalen gebracht. Oké. Droge vis gebracht. Boulanger gebracht. Oh, maar heb je wat over voor mij gebracht? Ja. Is goed, oom. Ik ga je helpen. Ik zet in je huis, ja? Ja. Moet ik in de keuken zetten, oom? Ja. Kan je een glas water komen brengen? Je water? Ja. Is goed, ik breng zo. Niet kato. Als aan mij heavy. Oh, wat ben je? Oh. Hier. Kijk, een glas water. Ja, ja. Alsjeblieft. Dank je wel, Luca. Aan vader en vader voor me. Is goed, ik ben... Ja, het is een fles, hè? Ik was er een glas achter. Zo, met jou hier bakken die buurvrouw, na een droeve vis, na een sara, kom door die buurvrouw alvast. En met die buurvrouw, met buurvrouw Bori, aan jou bakken die de. Ja, met een roti. Oh, heb je wat, Sari? Hai. Ik was in de gras gaan spelen, daarom. Ik kreeg alleen krasie. Zo. Pachi pachi. Genieten jullie dat zo hè? Ja. Ja? Oké. En Edward? Huiswerk hebben gemaakt. Sorry, man.
Gaat niet meer gebeuren. Ging eens goed. Ga naar binnen. En ga paden. En loop goed. Wat is er met je been? Ik was gevallen. Waar was je gevallen? En ik heb ook graag goed als spelen zijn, maar dat voelt me goed aan praten. Ach, laat mij een beetje vegen. Kijk hoe vies het is. Lamek. Mevrouw Bok! Mevrouw! Ja, Nigudu! Hoe gaat het, mevrouw? Goed, Nigudu. Hoe gaat het met jou? Goed, mevrouw. Wow, weet je wat ik ben komen vragen? Samsa, ik heb 2 eieren nodig en een beetje suiker. Ja, 2 eieren nodig en een beetje suiker? Ja, wow. Wat ga je zo maken? Ik zie koekoe. Ik zie koekoe. Wie is jarig? Bo, we gaan vanavond TV kijken. Onze favoriete programma. Ik ben helemaal vergeten. Ja, 7 uur. Meisje. Kalakke poeja. Oh ja, 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 ja. Je ja, moet ja, ja. Op tijd komen. Ik heb gedaan. Ik zie koekoe maken. Dan gaan we lekker zitten eten. Wachtie, mevrouw, hoor ik wat, ik ga van je huis bezig, mama. Hoe is het met mijn zus? Oh, alles goed verder, no?
Ja, hier is het ook goed. Ik zou net bij de vrouw gaan. Ik dacht namelijk even vragen hoe het daar is. Is goed, zus, ja. Luister maar, zus. Je hebt de vorige keer gezegd, je zou dingen en even voor me sturen. Nee, je hoeft het niet direct te doen. Ik dacht namelijk even vragen of je niet vergeten bent. Ja, zus. Is goed. Groetjes voor moeder ook voor me. Ja, nu doe ik ook de groeten. Zus, ik ga je iets later vertellen, ja. Er is iets gebeurd. Broer. Ik praat, maar ze zegt niets. Is je kabel los? Nee. Dat wil zeggen, je gesprek is afgelopen. Oh, zo snel. Ja, wat kun je zeggen? 3 minuten betalen, dan ben je een kwartier praten. Oh, nee. Je moest belangrijke dingen praten, niet wat heb je gekocht, waar was je gegaan? Nee, ik heb aangesproken. Ja, ze maken allemaal goed. Ze heeft een groeten gestuurd van jou. Oh, oké, dag. Dan ben ik aan het pakket sturen. Ik moet er nog vragen. Ze gaat volgende week voor mijn NF sturen. Ja. Hoeveel? Ik ga niet zeggen, bro. Maar, broer, luister nou. Je gaat toch straks bij buurvrouw? Ja, toch. Oh, ik dacht... We gaan bij buurvrouw, je weet, vanavond is onze favoriete programma. Karate. En deze programma missen we nooit. Nee, helemaal niet. Ik heb thuis alles gedaan. Ik heb ook eten klaargemaakt. Ik dacht, we kunnen samen gaan van hier. Oh, iedereen gaat eten meenemen, toch? Ja, iedereen brengt hier. Nee, dan neem ik 2 speurcola. Is goed, dat heb ik van je gelijk. Ga naar buurt vooral. Ja, is goed. Ga ik maar eten nemen. Ik heb ook zuur water gemaakt van lemmetje. Lekker, buurt. Ja, is ook gezond hoor. Is goed, kom. Ja, vanavond gaan we tv kijken. Zo, laat maar alles. Alvast regelen. Zie nog niemand dus? Ik ben snel. Is je televisie ready? Ja, is ready. Kim.
Thank you.
op. Heb je verstaan? Ja, was een mooie programma. Ik heb genoten. Ja, was echt leuk. Voilà, laatste lid, hè. You know what this place is, man. So what's up, you? Zo, dan laat toch gaan eten, no. Ja. Ik heb echt honger. Ik heb ook honger. Ja, kom, we gaan naar... Ik zei dat ik nog. Ik ga niet voor jullie scheppen, maar ik kom. Kom. Doe voor, kom me helpen. Ik heb honger, ja, kom. Ik ga eerst een roepje met kip eten. En laatst ga ik eten. Zo. Dan wie gaat mijn pom eten? Dan gaat hij ook met dingen... Wanneer je roti gaat eten, gaat hij ook pom eten. Ja. Roti met pom. Dan wie gaat mijn gele erwtensoep eten? Dan gaat hij ook naar hem zetten, kom. Nee, ik ga naar de mini-klas, dan ga ik drinken. Kom, het is goed, lekker, we gaan eten. Eten is vitamine als je drinkt, hè? Ja. Amerika Oda. Ja. Een applaus voor het team van. Dat is klaar. Ze moeten naar voren komen. Het is klaar. Heel leuk gedaan. Dit is het team van Patrick Oda. Woo! Toneelgemeenschap, toneelgroep. En zij doen altijd in het middenstand. En voor het eerst hebben zij in het Nederlands en Nederlands een opvoering gedaan. Maar we zijn nog niet klaar. We gaan nog een stukje genieten. We gaan nog een stukje genieten. Maar ik moest even de mensen ook hun tijd geven. Yes, en nu doen jullie verder. Burma, mevrouw. Ik dacht, Burma. Burma, salakje van was zo lekker. Ja? Poti. Pepre. Extra pepre. Maar ik moet zeggen, na eten hier lekker onder de boom, man. Ja. Echt cool hier. Mag ik wel eens doen dat ik wel eens doen? Ja, maar kom zitten. Maar buurvrouw. Ja, wat? Eén buurvrouw van over kan was er niet vandaag. Meisje, in de jaren. Wat? Zwanger? Zwanger? Zwanger, wat? Die buurvrouw van Overkaart. Maar ze heeft toch 5 kinderen? Ja, ze is weer zwanger, ze heeft een kind. Oh. Adon, doe maar. Doe buurvrouw. Ga die kronkenboe behalen nog. Ja, er zitten geen moskieten hier. Geen moskieten. Nee, buurvrouw, dan moet ze het heel zwaar hebben. Ja, hoor. Er is ook een baaierok. En de man is gisteren naar Boussi gegaan. Wat ik ook heb gedaan. Ja, mooi. Ja, dat is het extra zwart worden, want de man is er niet. Nee, dan moeten we gaan zien. Hij is Boussi gaan werken. Boussi? Ja. Gaan we zoeken. Ja. Mooi, luister. Ik heb nog één te open. Ik ga het voor je pakken, dan geef het aan mijn vrouw. Ja, als we straks naar huis gaan, ga ik dat geven. Ja. Moeten we er ook helpen? Ja, je weet, ik ben thuis alleen. Ik kan helpen met die kinderen. Dat kan ze een beetje uitrusten. Ja hoor, je hebt gelijk. Maar buurman, je hebt toch koeien thuis? Dan kan je die koeien toch melken en een flesje melk voor haar brengen? Ja, ik heb een groente geplant, ga je brengen. Ja, ja. Zij heeft laten. En ik heb ook mijn koeien gehad. Weet je wat, mijn koeien daar ook laat gaan zetten. Oh, ja, ze moet heel goed aan je vrouw geven. Ze moet gezond eten. Ja. Nee, wanneer je naar Boogie Woyo gaat, kan je ook boodschappen voor haar doen. Ja, dan ga ik er ook gelijk vragen wat ik kan kopen voor haar. En als ik ook wat heb gekocht, ga ik ook meespelen. Ja. Maar, hey joh, wat hebben we planning voor oudjaar? Straks is oudjaar. Ja. Volgende week is oudjaar. Wat hebben jullie gepland? Dan gaan we thuis bij Linda. Ja, dit jaar thuis bij mij. Ja. Je hebt die muziekplaten toch? Ja, ik heb die muziekplaten thuis. En je boxen ook? Ja, ik heb 2 grote boxen. Oké, dat gaat zijn. Ja, dan gaan we met thuis bij Linda. Dan gaan we lekker dansen. Mooi dansen. Oké. Maar dan wat gaan we... Wat ga jij koken? Ik ga bruine bonen met zoutvlies klaarmaken. Ik doe. Lekker. Ik heb een beetje zwarte kandekbaar. Nee, maar.
terugbrengt. Hij kan voor ons eco-bahan doen. Ja, lief. Doe maar. Nee, ik ben niet vrij. Zie mij even voor nodig. Mevrouw Sima. Ja? Ik heb buurman even nodig voor morgen. Heb je buurman nodig? Ja. Heb je buurman ook nodig? Ja. Dan ga ik mijn kinderen mee sturen. Ja, ze gaan je helpen. Lied ik een van die kinderen mee, ja. Maar dat geeft je ook aan eens. Ja, nee, geen probleem. Het is goed, ik ga naar binnen, want die kinderen slapen. Ja, ik ga ook naar huis. Ze moeten het morgen naar school, toch? Dan ga naar binnen. Dag, ja. Gaan we elkaar weer zien. Ja. Gaan jullie maar. Toch hoor. Wacht op, bos. Is het donker? Neem ons mee, we gaan samen toch? Ik moet snel gaan naar buiten rijden. Nee, kom rustig gaan. Ik heb veel vergeten. Nee, kom rustig gaan. Buurman! Niet op buiten! Zonder ballon gaat komen. Zonder ballon? Ja! Nee. Boelaar! Ik ben niet bang voor ballon. Je bent niet bang? Nee. Buurman? Buurman, ja, dit mag toch? Maar we moeten dat niet. Nee, ik was het, buurman. Nee, wacht, buurman moet alleen gaan. Ga maar, buurman. We moeten gaan sluiten. Dag, buurman. Ik kan niet, man. Kom, buurman, kom, kom. Buurman, kom, we gaan naar huis. Ik ben in het rijden, hoor. Hey boy, lama alles toeleri, geloof. Stress komt buurman en buurvrouw, dan gaan we oudjaar goed vieren. Kom ook even in zetten, boek zoek niet bij. Nou, wat dan zien? Hey. Je bent de buurman, ik ga de kwant toe plat komen. En toe plat? Waar zijn buurman en buurvrouw gebleven, jong? LP. Hey, vaka buurman. Vaka buurman. Ego, fuck you. Ego, de trauma mine, si de trauma. De trauma ik kom, kan de detectie aan konto. Oh, ai, ai. Maar dat, in de bornex. No, in de bornex, buurvrouw boy. Buurvrouw boy? Ah. Ja, dat is een mooi ja. Die den is er voor ja. Maar wacht, dan bruine boene. Die schrijft toe. Bruine boene. Ja? Heer wie kiemen drink aan bruine boene. Die schrijft toe. Ai. Mamal. Buurman. Ja, kom maar door. Anna naar buur. Nee, dat heb ik al naartoe alles. Buur maar toch. Nee, 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 dat vind ik niet aan. Kom zo. Zeker, die pepere heb je potent, hoor. Ai, mire pot. Pipi, si, 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 Ik heb een paar dingen gedaan. Ik ben zo ver. Ik ben bijna hier, man. Rustig, dat is niet En de laatste 10 minuten, dan moest ik een stoel gaan zetten, dan zat ik daar. Dat was makkelijk voor mij. Klap, klap. Kom maar door, buurvrouw. Buurman. Ja, buurvrouw. Alsjeblieft. Niet vergeet de rode kruis van mij. Ja, de rode kruis van jou. Ja. Dat is een verrassing. Ja, kom door. Lee, we hebben ook wat gebracht. Wat hebben jullie gebracht? Kijk hier. Buurman, hoor. Ruik. Wie vraagt om een bruine boenen gebracht? Ja, daarom heb ik zo'n grote pot gebracht. Je gaat dit alleen niet. Neem Lee, zet dit op. Wauw. Heet. Asafaya, loepoepoem. Zo snel over Jariko. Ja, nee. Zo staat die denk je aan Jariko. Ja, maar. Nee. Maar. Wat was leuk, hè? We moeten precies zo elkaar helpen, doorhelpen en iedereen moet gezond blijven. Dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Ja, ja, ja.
ja. En dat jij veel van over kan, buurvrouw. Ze moet goed op de letten. Ja. Met zes kinderen. Een beetje muziek spelen? Ja, zet muziek. Kom, we gaan dansen. Ja, gezellig maken, dansen. Ja. Van oud naar oud. Ja. Dus bij deze, welke kleur vindt u het mooist?
Dank je wel. Wie nog meer? Wie hebben we nog meer iets doen herkennen? Zoveel. Zoveel? Ja, oh. Oh. U zegt zoveel? Ja, heel veel. Maar daarvoor hebben we het gedaan. Ja. Om u weer terug te brengen naar de jonge jaren. Noem je iets van? Waar jullie mee gespeeld hebben. De tv met die antenne. Het kruisje onder de pot. Oh, dat was het. Hebben we je terug kunnen brengen naar nu? Ja. Maar als je moet vergelijken van toen met nu, wat zeg je? Voor de jullie? Ja, ik woon in Nederland. Uh-huh. Dus is het hetzelfde? Niets wat is behalve. De straat van de bestaat niet? Nee, maar niet zozeer de straat, maar gewoon bij elkaar komen en dingen voor elkaar doen, samen koken, samen. Nee, dat is het niet. Nee. Nee, is voor de senioren burger. Moet je naar voren te komen, kom naar jou. Nog een keer en dan. Wie heb ik wat te doen? Niemand. Ja, de senioren burgers moeten praten. Kom naar achteren. Wie? Een telefoon. Ik had hem eerst niet herkend, jongens. Had je hem niet herkend? Psst. Ik heb hem herkend, man. Hè? Henk Herrenberg had ik ook niet herkend, zit ook hier. Berg en Dal. Wie is van jou op tv? Berg en Dal. Hoe anders? Dal ken ik van Berg niet. Hij is echt een grapjas. Dit is wel grapjas. Ja, die ziet. Dal ken ik wel, maar Dal niet. Berg en Dal. De telefoon was eentje, die Sibi. Zijn is ook een spraakzame senior, denk ik. Er is nog eentje over. Dat was een leuk toneelstuk, mensen, over vroeger, spelletjes, televisie, de zuster die gaat ook vertellen, Concrouté. Een berichtje gestuurd of ik hier bij Fatima Oort ook iets zou willen doen. Ja, of ik bij Fatima Oort ook met voetreflexologie bezig zou kunnen zijn. En zo ben ik bij Fatima Oort beland, om het zo te zeggen. Toch? We moeten het op een andere manier doen, hoor. Dat lukt niet. Maar ik wil gewoon haasten om te zeggen, van wie kan ik verwijzen? Mijn bewoners, ze zijn seniorenburgers, maar ze zijn oplettende seniorenburgers. Dus, u hebt het in feite aan mevrouw Dijkster danken. Want zij was aan het googelen op Facebook. Toen zei ze, zussen ben ik, maar dit is ook iets voor ons. Dus zo ben ik aan het rollen gekomen. Dus, niet ik, niet u, maar iedereen hier bij Fatima Oort en nog bij de samenleving eigenlijk. Te danken aan mevrouw Dijkse. Mevrouw Dijkse? Dijkse. Nou, bij deze. We zijn er en u ziet wat er allemaal van terecht is gekomen van december, het eerste gesprek. En we zijn nu in mei. En ik mag de directie
En ik ben natuurlijk heel erg bedankt zeggen. De manier waarop ik ben ontvangen, de manier waarop alles is gegaan, de dag is voorbereid. Thank you. Ga zo verder met de mensen die hier komen. Want u weet, een donor blijft bij u als de donor er is. Maar weet je, ze bedankt ons, maar ik denk dat we jullie moeten bedanken. Yes! Maar het is helemaal straks moederdag. Het is dag der verpleging. Dus wij hebben ook mogen genieten. En vanuit mijn positie als zorgmanager en de bewoners van het Fatima Oord wil ik jullie van harte dank zeggen. Ik hoop dat jullie het niet alleen laten voor het Fatima Oord. Ik zou wel willen horen, want we zijn u niet. Maar dat de anderen het ook mogen zien. We hebben genoten. Heel hartelijk dank. Ik kan niet zeggen dat het alleen naar mij toe gericht is. Het is gericht aan mijn hele team. Ook degene achter de schermen. Ik zie u één die erbij is gekomen, meneer Chris, welkom. Die heeft ook veel gewerkt achter de schermen. Dus we hebben met z'n allen, dus niet alleen voor ons, maar die daar, die loopt wel vooraf, hè. Maar we hebben de anderen. Want zonder hun gaan wij niks kunnen doen. Zo is dat. Skin Blends, mevrouw Sima Jimida mag willen, maar ik ga het nooit kunnen. Het is altijd samen met de rest. Samen met mijn crew, met mijn team. Zo is dat. Rahid Abdul, iedereen erbij. Anne Dwarka zag ik ook hier. Laila Franchi, Momi ook geholpen. Meneer Eersteling. Meneer Eersteling heeft geholpen. Hij heeft onze decor en waarop we nu staan. Gedoneerd, hebben we dat gedoneerd gekregen. En de microfoon natuurlijk ook. Want Sound komt ook namens hem. Zo, dus nice. Thank you. Zonder onze donoren zijn wij nergens en onze helpers. Thank you, mijn crew. En natuurlijk dat jullie ons welkom hebben geleden. En ik ga een beetje onbeschoft doen, niet zo netjes. Maar ik overhandig nu ook een presentje. Namens. Ja? Alsjeblieft. Nou, rest mij te zeggen van heel hartelijk dank. We hebben een lekkere soep zoals beloofd. Een lekkere braadje voor iedereen. Geniet ze. De tonen van Malouzon gaan nog even verder. We brengen je nog meer even in tijd met de tonen van Malouzon. En kijk, muziek is niet van ons. Dat moet ook nog zeggen tegenwoordig. Wij lenen het, we gebruiken het voor het geheel. Dat het geheel dat het een afgerond geheel te maken en een mooi geheel te maken. Dus thank you allemaal en enjoy, have a great day. Vergeet elkaar niet, bied de helpende hand waar je kunt. Yes, zo is dat. Japan. Ik had haar naam niet kunnen verstaan. Ja, we gaan nog even dansen. Echt heel leuk, mensen. Dat vond ik echt heel bijzonder om het te zien, hè. Dat mensen zo heel verwend vandaag. Ook ik heb genoten. En leuk gedaan. Ik kijken op de mensen. Lekker. Adem. Ik wil even me pakken. Ja. Hi. Hoe gaat het? Mooi man. Wat erin voor? Hey, hoe gaat het? Was het uw idee? Geweldig. En waarom heeft u dat gedaan? Het gaat om die gebrek. Klopt. Ja, ik heb een gebrek. Heeft een gebrek? Oh, heeft een beroerte? Ja, precies.
bewegen, hè? Het is heel belangrijk voor seniorenburgers, hè? Dat ze bewegen, dat ze mensen bij ze op bezoek komen. Ja, ja, want u telt nog mee. U bent 85, zo ziet er goed uit. Ja, maar nu ben ook vanwege het feit dat je beroerd heeft, gaat met je nou in Fatima Oort. Oké, okay. Ja. Heeft het hier naar uw zin? Geweldig. En u woont ook hier? Ook naar uw zin? Vond u het leuk, dit, wat deze mevrouw, eigenlijk door haar, hè, hebben jullie dit leuke, deze leuke ochtend? Ja? En u hebt nog een presentje erbij? Nou, hoe net dan zie je? Beetje bewegen is goed, hè? De beweging, ja, yes, zuiver, goed zo, die hand omhoog, ja, ja, hey, goed zo. Mensen met dansen, goed zo, meneer, ja. We leven nog, hoor, we zijn niet dood, dus handen omhoog. Ja, toch? Zuiver, mevrouw, daar gaat ie. Woe, mensen, zo hoor. Hey, juist. Goed zo! Een beetje bewegen is goed voor het lichaam. Ja, is. Ik ben ook al 64, maar dat seniorenburger doe. Hey, koken, koken. Hey, Anand, waar is je schilderij? Ik kom zo kijken. Hey! Goed zo, dames. Hey! Hey, bedankt, dan, dan. Hey! Even dan, dan, dan. Ik dans met z'n beest, gezellig. Het is belangrijk hoor, houd u in de gaten. Bewegen. Nou, vergeet die. Want leven is kort. Ja hoor, je ziet er vandaag nog. Het ziet er zo niet. Zuiver, dus genieten. Gezond eten en bewegen. Veel lachen. Negativiteit vermijden. Huilen komt vanzelf. Huilen komt vanzelf. Dank u wel hoor. Je hebt ook voor me gezet? Ruby 1. Ruby, je hebt één voor mij? Dat zit daarin. Dank u wel, zuster. Oké, mensen. Dus dat was geweldig. En ook de koffie ook. Odi, odi, odi. Dus hebben we gesproken en we hopen dat dit vaker bij veel mensen zal gebeuren. Ik ga eruit voordat ze me eruit gooien. Misschien zijn zijn nummers rechten. Oké. Okay. Doei doei.